Troosteloos, hè? Ja, ja. Ontzettend troosteloos. En vooral omdat je daar ja, grootste driekwart van je leven er gewerkt hebt. En dan zie je daar dat het alles zo in één klap weg is. Wat volgens mij niet had gehoeven. Je moet zo rekenen, wij werden natuurlijk aan allerlei kanten werden wij domgehouden, wij als werknemers. Hè, dat was alleen maar een pakkie aan tussen de OR en de Raad van Bestuur, Beleidscommissie. Maar ons hielden ze gewoon dom. Die zouden ze zo wel uit willen trappen en onze Guus teruggeven wat Guus daar weer is geweest. Maar ja, die tijd is voorbij, dat komt niet meer. Gewoon een zaak geweest van kapitalisten onder elkaar en voor de rest niks. Er werd helemaal geen rekening gehouden met de arbeiders of ze werk zouden kunnen houden. Nee, dat werd gewoon naar het buitenland overgedragen. En ze maakten wel de winsten, maar die kwamen ons niet te goed. Na die, ja, dat is als die 75% krijgt. En als je dan dadelijk voor zo'n loketje staat, bij een of andere sociale beambte of ambtenaar, en hij zou iets verkeerd zeggen, dan geloof ik wel dat er vandaag en morgen zo'n vuist door een loket heen schieten. Ja. Van de water weg, joh, laten we van de water eens kijken.